Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin dat we eens gaan kijken wat de boodschap is, waar dat mannelijke en de vrouwelijke energieën op dit moment zitten. Ik hoop dat iedereen het goed staat, dat alles goed gaat, dat je hier en daar veranderingen ziet in je energie. Dat je meer en meer leert ontdekken dat je echt een zaad van de sterren bent. En dat je ook leert vanuit die energie te manifesteren. Voilà. Ik ging afhankelijk opnemen met mijn computer, maar mijn geluid is niet wat het moet zijn. Dus ik doe het met mijn gsm. Oké. Ik ging nog een kaart, maar ik ga even beginnen met die twee. Dus je weet, Six of Challenges en de Abt of Orbs. En ik voel dat dit vooral bij beide energieën is, omdat we uiteindelijk Six of Challenges, dat zie je ook hier, is ook de mannelijke, vrouwelijke energie, maar vanuit de kinderlijke energie. Vanuit het stuk waarin dat we nog niet volwassen zijn, nog niet volledig gegroeid zijn in wat dat dan betekent om in die mannelijke en die vrouwelijke energie, om van daaruit dan die energie te gaan neerzetten in ons leven. En je ziet ook dat hier het meisje ook ouder lijkt te zijn dan de jongen. En dat is ook hetgeen wat er vaak ook gebeurt bij diepe zielsconnecties, waarin dat de vrouwelijke energie altijd vaak iets verder staat. En hij heeft ook gewoon puur te maken met het feit dat de vrouwelijke energie eigenlijk haar leven in eerste instantie vorm heeft vanuit de hogere chakras, dus vanaf het hart en naar boven. Terwijl de mannelijke energie, wordt hierdoor ook vaak de matrix twin genoemd, geeft eigenlijk zijn leven vorm vanuit de onderste chakras. En moet dan leren om die hogere chakras ook te gaan gebruiken, waardoor dat iets lastiger is. En wat zien we dat we nu wel komen? Dat eigenlijk dat jongetje hier is ondertussen, ik zou bijna zeggen een tiener geworden, maar is waarschijnlijk wel wat ouder. En die heeft ook het beeld van wat dat betekent om uiteindelijk dan die king te worden. Om dan eigenlijk die koning te worden. Om die mature, volwassen versie te worden van de mannelijke energie. Maar dus volledig in balans. Je ziet ook een wit paard. Doe mij ook denken aan het witte, die het tegenovergestelde is van zwarte. Een zwarte energie doet mij vaak denken met de divine feminine. Een zwarte paard is ook verbonden met de vrouwelijke energie. En dus je ziet, heeft er ook hier gewaad aan. Dus ook die magician, die magier. Het leren spelen met alle elementen. Dat is hier het orbs element, dus de gedachten. Maar dus hij is aan het leren om die gedachten ook meer te gaan controleren. Zodanig dat hij dan eigenlijk vanuit de diamantenenergie, want het is een diamantenbol, vanuit de diamantenenergie eigenlijk zijn leven kan gaan vormgeven. Dan zien we wat aan de andere kant is. Nee, oké, mag niet. Dan doen we dat niet. En dan gaan we zien, gaan we voor de mannelijke en de vrouwelijke energie twee kaarten trekken voor de schaduwen. Waar is de vrouwelijke energie mee bezig? Ik hoor dat zij, ja, love and light. En die is, ik hoorde dat zij verbonden is met de bron. En dat is ook de source energie. En dan krijg je ook resistance, preparation. Dus als zij nog moet eventjes in een soort van hermit mode blijven. Dus even de tijd nemen om niet volledig al in de union voluit te gaan. Maar zichzelf er eigenlijk ervan weerhouden. De resistance is meer weerstand. Maar het voelt niet op die manier. Het gaat echt op van dat zij is klaar. Zij is verbonden met de eenheid. Zij is al in de hogere bewustzijn geïntegreerd. Die is al een toonbeeld van liefde en licht. Maar ze moet nog wat geduld hebben, zodat eigenlijk haar realiteit het volledig kan gaan weerspiegelen waar dat zij in haar energie zit. En dat is ook hetgeen dat de meesten tegenaan lopen wanneer het gaat over manifestaties. Dat we eigenlijk veel te snel zijn, dat we te weinig geduld hebben en we gaan direct verder. Dan hier, de mannelijke energie heeft als schaduwen puzzel, synchroniciteit, coincidence en code. En dus wat zien we dat de mannelijke energie, door het feit dat we ook die orbs, dus mentaal hadden, de mannelijke energie is echt wel de stukjes aan het samenleggen. Het ligt ook ondersteboven. Ze zijn er nog niet helemaal, maar ze zijn wel al een stuk verder. Ze zitten al in het hogere level. Ze beginnen al
de verschillende synchroniciteiten dat ze zien, de verschillende stukken die er zijn, beginnen ze samen te leggen. En dat gaat uiteindelijk leiden tot een bepaald judgment, tot resultaten, waardoor dat dan tot een finaliteit, dus een afronding, ook een, die eenheid kan meer gaan komen, waardoor dat bepaalde keuzes gaan gemaakt worden. Maar dat is ook hier ondersteboven. Wat dat op zich eigenlijk wel een hele mooie boodschap is. Dus de vrouwelijke energie zit al wat verder. Ze zit al veel meer in die eenheid en zichzelf. Moet ook nog leren van, oké, wat betekent dat dan om dat een toonbeeld van eenheid, van onvoorwaardelijke liefde te zijn naar de buitenwereld. En moet zichzelf daar een stukje in tegenhouden. Niet te snel willen gaan, geen dingen gaan forceren. Zeker niet naar de mannelijke energie. Maar echt leren in diepe overgave te gaan en daarin te gaan vertrouwen. En dat is hetgeen dat ik meermaals al ervaren heb in mijn connectie. Er is altijd een next level om nog dieper te, in die overgave te gaan. Om nog meer los te laten. Want je gaat niet geloven, maar om eigenlijk tot hier die Ten of Cups te komen, dan is er heel veel overgave en vertrouwen nodig. En dat kan niet er volledig 100% zijn, zolang dat er nog een zekere mate en vorm van controle is. Kijk, en dat is een andere, want ik had het zo gesplitst. Dus de Empress. Dus als de Divine Feminine moet, is het echt belangrijk om alle elementen, water, vuur, aarde, lucht, te integreren. Om dan uiteindelijk, ah, kijk, die komt er ook weer uit. Om dan uiteindelijk tot die Ten of Cups te komen. En dus zij moet het beeld blijven vasthouden, blijven de visie vasthouden. Terwijl de andere, de mannelijke energie van onderuit, eigenlijk zich omhoog werd naar die hogere chakras. En dan gaat daar ook altijd in zien. Ik ga subiet deze kaarten verder uitleggen, maar ik hoor, en het is belangrijk om uit te leggen. Wanneer je in een diepe zielsconnectie, zoals bijvoorbeeld een tweelingvlamconnectie bent, dan is het belangrijk om altijd bewust te zijn van de dualiteit en de connectie. Waarom? Overlaatst, een aantal weken terug, zat ik in een heel diep dal. In de zin van om volledig los te komen van de oude manier waarop dat ik zelf met mijn tweelingvlam nog verbond, moest ik volledig loskomen van hem. Moest ik eigenlijk het gevoel hebben en dat ik de keuze had om volledig van hem en van de connectie weg te stappen. Ook al blijf je dat natuurlijk altijd voelen. Maar om in de 3D, in de realiteit, er volledig van weg te stappen. Om de keuze te maken om bijvoorbeeld niets meer met hem te maken te hebben. Niet dat dat uiteindelijk het doel was. Maar dat stuk, dat moment, die week, laat ons zeggen, heb ik nodig gehad om volledig los te komen. En om diep te ontgechten van hem op elke manier dat we in het verleden met elkaar verbonden hebben. Om het vanuit een hoger level te gaan doen. Maar door het feit dat ik in die hele lage, donkere, dark feminine, ga je het al wel eens gehoord hebben, maar in die hele donkere schaduwen van mezelf, van onze connectie zat, kreeg jij de kans om in heel die hoge energie te zitten, waar het meestal omgekeerd is. En dus dat weerspiegelt en dat zorgt er dan voor, als hij dan veel meer met het licht kan gaan verbinden, dat hij in staat gaat zijn om de situatie en de connectie op een andere manier te gaan ervaren. En dus dat hij in staat is om als mannelijke energie veel meer inzichten te krijgen vanuit de connectie met zijn hogere zelf, met zijn ziel. En niet meer zozeer vanuit de verbinding die ik had met mijn ziel en mijn hogere zelf. Maar dus, dat zorgt ervoor dat we uiteindelijk dan alle twee weer een next level en weer een groei doorgemaakt hebben. Waar dat we voordien altijd de keuze, het gevoel hadden dat het een of het andere was. Maar er zijn heel veel manieren om te verbinden, om keuzes te maken. En dat is hetgeen wat ik ook zie dat nu hier ook getoond wordt. En dat is ook niet zo maar dat ik dat eerst doormaak en dan daarover ook video's moet delen en boodschappen moet delen, zodat anderen zouden begrijpen waar dat ze doorheen gaan. Maar begrijp dat alles met dat doel is, zodanig dat jij, zowel als jouw wederhelft, eigenlijk moet komen tot die koning van wanten. Die koning van je eigen passie, de koning van je eigen vuur. Dat je eigen vuur weer voelt aangewakkerd worden. Want in die week dat ik afstand genomen heb van mijn tweelingvlam, dan op die momenten heb ik hem niet alleen leren ervaren vanuit de ogen van anderen die ook contact met hem hadden. Heb ik ook gemerkt en gezien dat als tweelingvlam dat het heel moeilijk is om jouw tweeling te ervaren van op de manier dat anderen hen ervaren, door die diepe connectie dat er is natuurlijk. Dus het zal altijd zijn vanuit de bril, vanuit je eigen energie, dat je anderen zal ervaren.
totdat je tot het punt komt dat je dat inderdaad kan gaan zien en gewoon los kan koppelen. En dus elk als een individu en als een wat is het dat goed? Elk als een onderdeel van een geheel gaat zien. Dus waarin je elkaar wat spiegelt, maar tegelijkertijd zie je elk een individu. En dat is ook die individualiteit in eenheid, of eenheid in individualiteit. Ik ben eventjes aan het kijken, want er is een waarschijnlijk een pakketje, maar ik zie wel. Dus dat is belangrijk dat je daar bewust van bent. Dat het niet betekent of dat je afstand neemt, of wat dan ook. Dat je dat daarom volledig helemaal de connectie ten einde is, of wat dan ook. Nee, zeker niet, in tegendeel. Ah, oké. Ik stik mijn pakketje in de brievenbus, dat is goed. Dan kan ik verder doen. Dus kijk ook in je eigen connectie. Om uiteindelijk tot die 10 of van die 10 de volledige vervulling te komen, is belangrijk dat je alles anders gaat gaan kijken. Maar dat je ook de dualiteit in elke situatie ziet. Zeker in je eigen connectie. Want er zijn altijd twee zijden van één situatie. En dat is hetgeen wat heel hard geleerd wordt in die zielsconnecties. De wonden kunnen hetzelfde zijn, maar daarom worden ze niet op dezelfde manier geuit. Of niet op dezelfde manier ervaren. En dus het is belangrijk om in de connectie te kunnen blijven, om in contact te kunnen blijven. En toch bewust te zijn van de wonden en de schaduwen die getriggerd worden. En daar alle angsten ook omtrent kunnen en mogen loslaten. Om uiteindelijk dan weer je eigen kracht te gaan hernemen. En om vanuit je eigen kracht en je eigen heelheid in de connectie, in het leven, in je werk en wat dan ook te gaan staan. Okay. We zien met welke energie dat we verder kunnen en mogen werken. Oeh, er zit hier een andere kaart tussen. De 7 van wanten. Dus verwacht, de 8 van wanten is hele... het heeft te maken met communicatie, zeker bij tweelingvlammen. Maar ik voel hier dat je eigenlijk mag verwachten in je connectie dat er iets gaat veranderen in communicatie, als je al communicatie hebt. Als er geen communicatie is, en dan bedoel ik het over 3D-communicatie, want uiteindelijk is er altijd communicatie en energie. Maar als er geen 3D-communicatie is, dan dat er wel een of andere vorm gaat komen. Ook hier... besef dat het altijd eerst communicatie, altijd eerst weer energie zal komen. Bijvoorbeeld door nummerplaten die je ziet met initialen. Door hun naam te zien. Door dingen die aan hen laten herinneren. Door dromen. Door muziek, films, wat dan ook. Iemand anders die plots iets zegt erover of die ernaar vraagt. Dus laat je ook inspireren daardoor. En weet dat ook dat al een vorm is van 3D-communicatie. Dus het moet niet altijd direct per se onmiddellijk van de persoon zelf komen. En dat komt wel. Verwacht dat ook. Maar focus dus niet constant op het feit van het is er nog niet. Het is er nog niet, want dat bleef je dan anders voortdurend op je tijdslijn eigenlijk zetten. De belangrijke energieën zijn de kleuren dus hier die je ziet in de ballen. Dat is de diamantenergie, de blauwe en de violet of paarse. En die zijn verbonden met Michael, Gabriel en Metatron. Metatron is de aartsengel die net onder de frequentie van de bron zit, van de diamantenbron zit. En is ook verbonden met eenheidsbewustzijn. Dus dat is ook een van mijn... een van de aartsengel waarmee ik het meeste verbonden ben. En Gabriel natuurlijk ook als boodschapper van allerlei weesheden. Maar dus het is belangrijk om verder geduldig te zijn, om die verbinding ook met jezelf iedere keer in je eigen energie te houden. De balans te houden tussen jouw eigen energie en die er in de connectie constant uitgewisseld wordt. Dat je ook daarin heel consequent regelmatig jouw energie reinigt. Je kan de connectie met een echte tweelingvlam niet verbreken. Maar je kan wel de connectie en de verbinding die er zijn vanuit toxische energie, vanuit toxische patronen, vanuit copingmechanismen, vanuit wonden, vanuit wat dan ook, die moet je wel gaan doorbreken en gaan healen en reinigen. En dan uiteindelijk, het is ook mooi, het is ook mooi om te zien met het pasgeboren,
volwassen hand en mirakels. Dus verwacht ook mirakels. Je hoeft niet te weten, en zeker als Divine Feminine, dat is ook een van de dingen waar ik zelf tegenaan liep. Vaak willen we weten hoe dat verder gaat gaan. Vaak willen we het beeld, het pad vooraf uitgestippeld zien en weten van oké, dat gaat gebeuren en dan is dat de volgende stap en dan de volgende stap. Maar dat is iets waar we niet langer mogen vanuit gaan en dat zeker niet mogen verwachten. Want het enige wat dat doet, is eigenlijk jouw pad langer maken en het moeilijker maken. Want het is nog steeds een vorm van controle. En dan als laatste boodschappen, wat kunnen we nog meenemen? Hij weet dat de boodschappen rond mannelijke en vrouwelijke energie niet alleen in connecties gaat, maar ook over jezelf. Dus in je mannelijke en je vrouwelijke energie. En zolang je niet in eenheid bent in jezelf, dan zou ik zeggen, interpreteer die boodschappen ook op die manier. Ga aan de slag met je eigen mannelijke en eigen vrouwelijke energie. Want een divine counterpart, dus een spiegelziel, gaat altijd die oneffenheden, die disbalans in je energie gaan weerspiegelen. Dus je doet er sowieso goed aan. Eerst is letting go, time for release. Neem ook die balans, hou de balans tussen actie en rust. En ik voel dat hier ook mee te maken heeft. Zorg dat je regelmatig ook je chakras en je energiesysteem gaat gaan reinigen. En daarvoor kan je liefst werken met de universele vlammen. Omdat daar eigenlijk het minste conditioneringen en al toxische energieën aan vasthangen. Hoe dat je wilt en hoe dat je dat kan doen, dat kan je leren via via het traject Universele Vlammen. Dat kan je volgen via de linkjes hier onderaan de video. Of als je meer informatie wilt, stuur mij gewoon een mailtje, dan zet ik je wel op weg. Zelfliefde, altijd belangrijk en zeker in een dergelijke diepe zielsconnectie, is zelfliefde en het feit dat je jezelf voedt superbelangrijk. Want als jij dat doet, gaat dat sowieso weer spiegeld worden via jouw tweelingvlam. Dus gebruik ook de roze vlam of een rode roos. En zorg dat je gronding goed is. Dus moeder aarde, gronding en ondersteuning. Laat de aarde jou helpen. Want uiteindelijk, de misopvatting is bij heel veel spirituele mensen dat ze moeten een hele hoge energie blijven en dat ze daar heel hoog moeten blijven trillen. Maar de diepste les is eigenlijk om vanuit die hoge energie je leven vorm te geven in de 3D en de realiteit. Want de realiteit, de 3D, die blijft. En het is in de 3D dat we gaan manifesteren. We manifesteren nooit in hogere energie. We channelen, dus we zijn een kanaal om die energie hier neer te brengen, maar we blijven nog altijd in een 3D-wereld. Dus zolang je dat ontkent, ga je problemen hebben met manifesteren, zo simpel is het. En ik voelde en ik hoor dat ik het ook moet voor sommigen zeggen, dat heeft ook dus te maken met het erkennen en het aanvaarden van je fysieke lichaam zoals dat het is. Door te leren samenwerken met je fysieke lichaam, ook door de seksuele energie dat je voelt, door dat verder doorheen je lichaam te laten stromen. We gaan eens vragen van wat kunnen we nog meer doen om terug naar liefde en eenheid te komen. Wat is de boodschap? Laat menselijke ervaringen je niet misleiden. Het leven is wat je kiest te ervaren. Omarm je kracht. Zijn er nog boodschappen? Mijn oren tuiten. Dus er zijn nog boodschappen. Liefde is bedoeld om ervaren te worden met het hart, niet uitgelegd met het logische verstand. En een boodschap dat ik hoor is, laat los over hoe je denkt dat jouw leven zou moeten zijn. Maar vraag liever aan het leven om jou te tonen wat dat is dat je mag meer mag ervaren en wat dat er allemaal mogelijk is. En laatste, stress en negatief denken verlamt je immuunsysteem. En dat is ook zo. De reden ook waarom dat heel veel mensen ziek worden, natuurlijk. Zo, dat was het voor vandaag. Wil je een persoonlijke reading, dan kan je die boeken onderaan in de linkjes, of via de linkjes. En er passeert net een straaljager. Dus voor wie is dit een boodschap? Ja, en hetgeen wat ik hoor is, readingen helpen jou om een fast track te doen naar jouw pad. In plaats van readingen gewoon eindeloos te blijven volgen op YouTube, is het interessanter om een persoonlijke reading met jouw specifieke vragen en jouw specifieke energie aan te vragen of in te investeren.
Omdat gaat je uiteindelijk veel meer inzichten en veel verder brengen dan de collectieve readingen. Want, dat gezegd zijn, uit ervaring heb ik al meermaals gehad dat ik op die manier, toch zeker in het begin van mijn tweeling, dat ik mijn tweeling lang kende, op die manier eigenlijk enkel mijn eigen angsten en mijn eigen schaduw aan het voeden was. Terwijl op het moment dat ik die vraag dan stelde aan mijn tweeling Vlam, dat hij dan aangaf van wat dat de waarheid echt was. En op die manier wist ik dat de dingen die in de reading zag, waar ik me resoneerde vanuit mijn angsten, niet de waarheid was. Dus vandaar ook is het belangrijk, en zeker als je geen contact hebt en dus niet kan gaan checken, letterlijk vragen van klopt dat, is dat zo? Alsjeblieft, laat u niet misleiden. En het is niet omdat het resoneert dat daarom de waarheid is. Resoneren wil zeggen dat het ergens in jouw energie een aanrakingspunt geeft. Dus ook met je schaduwen en met je pijnen en je wonden. Dus net daarom is het super belangrijk om niet zomaar gelijk welke reader te gaan volgen. Zeker niet als je een tweelingvlam bent. Volg dan en kijk dan enkel met mensen die zelf ook tweelingvlammen zijn. Want zij kunnen geen hogere energie van de tweelingvlammen channelen als ze geen tweelingvlammen zijn. En dan blijven ze altijd op soulmate level boodschappen delen. En dan kan het sowieso niet resoneren met jou. Je had er misschien een aantal stukken uit gehaald, maar niet voldoende om je verder op je pad te helpen. Zo, genoeg gepreekt voor vandaag. Ik wens je een fantastische dag. Geniet nog van jouw week en maak deze week de fantastischste, de beste week tot nu toe. Tot in de volgende!